Hey lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een video en ik ga deze twee producten van de Action testen. Super leuk en super veel zin in. We zijn net naar de Action geweest. Ik dacht ik ga meteen een video opnemen, want het vind ik natuurlijk super leuk om te doen. Ik heb echt twee prachtige make-up producten gekocht. En ik ga gewoon even laten zien. En die ga ik reviewen, of hoe je dat ook noemt, swatchen. Ik heb als eerste deze prachtige highlight stick gekocht van Max & More. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dit is de 139 Rose Glow. En ik gebruik eigenlijk niet zoveel make-up. Maar voor video's en zo wil ik het toch proberen. Maar ook gewoon wat vaker gaan dragen, want ik vind het mega mooi. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Dit is een beetje de... Ja, ik film wel met nog een lamp erbij, want anders zien jullie het waarschijnlijk niet zo goed. Maar dit is dus hoe die eruit ziet. En eigenlijk wel gewoon mooi en standaard. En dit is dus de stick. Mega mooi. Als je een beetje kijkt, zie je hier twee laagjes in zitten. Ik weet niet, ik denk dat dat gewoon... zo gemaakt is. Ik weet niet hoe het wordt gedaan. Of het gegoten wordt of zo. Maar goed. Ik wil deze eens gaan proberen. Maar ik ga die als laatste doen. Ho. Dat ging al bijna fout. Bijna. Maar nog niet helemaal. Dus. Dat is deze. Dan heb ik ook nog een prachtige oogschaduwpalet gekocht. Ik was trouwens vergeten te vertellen. Deze was 99 cent. En deze jongens, kijk even hoe mooi. En dit voor de Action. 1,98 was dit palet. De kleuren die erin zitten, dat ga ik even laten zien. Als ik hem open krijg. Even dit kwastje eruit doen. En kijk even jongens. Ik zal hem even... Dat je het helemaal goed kan zien. Maar wauw. Wat een kleuren. Ik ga eventjes... dit is natuurlijk een beetje tegenovergestelde. Maar hier staat dus op een rij achterop hoe de kleuren heten. Die ga ik even opnoemen. Maar deze, daar begin ik mee. Want dat is bij, die staat bij 1. En dat is de Down. Dan heb je 2. Dat is deze. Dat is Naked. Dan heb je Cupcake. Cushion. Cinder Rose, Sienna, en ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar iets van Mauve of zo, Mauve. Dit is Tease, Hurricane, Latte, Sultry en Graniet. Super mooie kleuren en ik wil ze even swatchen en ik ga dat denk ik even op mijn hand doen, want dat is het makkelijkste. En dan ga ik jullie gewoon kleur voor kleur vertellen wat ik ervan vind. Dus dat lijkt me super leuk. Eventjes kijken, want ik moet eigenlijk... Is dat handig? Ja, ik doe het gewoon zo. Ik begin bij de Down. Dat is gewoon een beetje een lichte huidkleur. Zo ziet het eruit op het kwastje. Even denken wat makkelijk is. Dit is makkelijk denk ik. Ik doe hem iets donker op, donkerder op. Dit is Down en die is heel erg licht zoals je ziet. Super licht. Die kun je bijna niet zien. Maar hij is wel heel mooi. Ik vind hem wel mooi. Gewoon, ik denk als basis of zo dat je het beste kan gebruiken. Dan gaan we verder naar nummer 2. En dat is de Naked. Dus die ga ik ook gewoon even op het kwastje doen. Er zitten van die hele fijne glittertjes in. Wil jij even de lamellen dicht doen? Thanks. Dan zit ik iets makkelijker. Oké, deze is heel mooi. Op camera is het altijd anders, denk ik. Want je ziet hem hier. Hij heeft hele fijne glittertjes. Echt mega mooi. Ik denk dat zoiets ook wel mooi voor de feestdagen is. Oké, ik ga hier binnenkort een look mee maken. Dan ga ik door naar de derde kleur. En de derde kleur, dat is Cupcake. Nou, die kleur, dat
alleen de naam al, dat klinkt heel leuk. Oh ja, dit kwastje zat er ook bij. En die ben ik nu dus aan het gebruiken, zoals jullie zien. Even kijken, want ik krijg een melding in mijn beeld. Zo. Die ben ik dus aan het gebruiken. En het is een fijn kwastje. Dus dan hebben we er meteen weer een oogschaduwkwastje bij. Maar ik ga nu in de kleur Cupcake. En die is alweer wat donkerder. Zoals je ziet. Deze die hier zit. Kijk. Ook weer van die hele mooie, fijne glittertjes. Heel mooi. Ik weet niet of het allemaal op deze hand past. Maar anders ga ik gewoon naar de andere hand. Oké. En dan gaan we verder naar de kleur Cushion. En die is ook weer mat. Zoals ik zie. Ik ga gewoon even met een andere kwastje. Even kijken. Die ziet op het kwastje ziet er zo uit. Zo. Ik denk laat even goed zien. En deze is wel heel erg licht ook hoor. Zoals je ziet. Hij zit hier. Hij is heel licht. Er zitten geen glittertjes in. Het is op zich wel een mooie kleur. Het is niet dat ik het lelijk vind ofzo. Maar het is wel heel erg licht. Dus als je iets op wil en je wilt bijna niet kunnen zien. Of gewoon heel heel licht. Dan moet je die pakken. Dan gaan we verder met de kleur Cinder Rose. En dat is... Deze. En daar zitten ook weer van die mooie glittertjes in. Dus ik ga hem ook even op mijn hand doen. Kijken. Moet ik wel de goede kant van het kwastje pakken. Wel handig. Een mooie kleur. Er zitten hele fijne glittertjes in. Ik kom niet meer aan mijn woorden. Zie je dat? Hele mooie kleur trouwens ook. Oké. Die is ook wel heel mooi hoor. En dan gaan we naar Sienna. En dat is een beetje goudachtig. Ik ga er veel te hard in met de kwastje. Zonde. Oké. Hoe ga ik dit doen? Ik ga hier even verder. Kijk. Ik kan het niet zien. Ik moet het anders gaan doen, jongens. Ik ben niet zo heel erg handig. Kijk, het is weer te fel. Oké, ik ga het even op mijn andere kant van mijn hand doen. Het zit hier, maar ik heb het er niet goed op gedaan. Oh. Dit is wel een beetje kleiachtig, deze kleur. Het is een beetje brons, zie je dat? Het is deze kleur. Wel mooi hoor, echt mooi. Dat kan wel bij heel veel outfits. Oké, die heb ik er dus op gedaan, maar die klont wel een beetje. Dan hebben we Sienna gehad. Dan gaan we naar Mauve, of Mauve, ik weet niet hoe het uitspreekt. Dit is weer mat. En kijk, die ziet er zo uit. We gaan hier gewoon verder op mijn vinger. En dat is deze. Hij is niet heel erg gepigmenteerd, maar wel mooi. Gewoon mooi licht. En die hebben we dan gehad. En dan gaan we naar Tease, dat is nummer 8. En daar zit ook weer een heel fijn glittertje in. Even tellen hoeveel kleuren zouden erin zitten. 12. Nou, dat is wel... Het ziet er wel mooi uit, wil ik zeggen. Deze heeft ook weer een heel fijn glittertje. Maar die andere van net was heel erg kleiachtig. En dat is deze. Heel mooi. Er zitten ook weer glittertjes in. In principe zijn ze wel gewoon gepigmenteerd. Maar wel iets minder als een wat duurder palet natuurlijk. Dus die vind ik ook heel mooi. Ik vind het wel echt super, super mooi trouwens, al die kleuren op mijn hand. Oké, dan hebben we de, wat zei ik, Tease, hè? Oké, dan gaan we naar 9. En dat is de Hurricane. En die is wat donkerder. Maar ook wel heel mooi. Die ziet er zo uit op het kwastje. Hoe gaan we dit doen? Ik ga het hier gewoon opsmeren. Dat is beter. Even kijken als ik de goede... die is wel gepigmenteerd. Er zitten glittertjes in. Hij is mooi ook. Heel mooi.
Dat was de Hurricane. En dan gaan we naar de Lotte. Ik moet even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, oké. Okay. Nee, dat ik het wel goed doe, zeg maar. De Lotte. Ik ben benieuwd. Zit een fijn glittertje in. Oh, hij brokkelt wel een beetje. Maar ook mooi, jongens. Ik vind die ook wel mooi. Ik vind die misschien nog wel iets mooier dan die. Maar wel heel mooi. Dan gaan we naar de Sultry. Oké, en die is best wel donker. Dat is deze. Ik ben benieuwd. Heel benieuwd naar de kleur. Deze kant. Ik vind het altijd wel zonde om in een heel nieuw palet te moeten gaan. Maar maakt niet zo heel veel uit. Wel mooi. Wel te donker, denk ik, voor mij. Hier zit ook geen glittertje in. Ja, je kunt het wel... Ja, hij glittert niet. Hier zit wel wat glitter in, maar je ziet het niet op de camera. Dan gaan we naar het laatste. En dat is de Hurricane. En die ga ik nu even op het kwastje goed doen. Die is wel heel donker. Die is het donkerste, denk ik, van allemaal. Maar echt wel mooi. Daar gaan we. Oeh, die is inderdaad heel donker. Maar wel mooi, want er zitten wel kleine glittertjes in en ik hou ervan. Maar nu moet ik even gaan kijken naar welke kleur ik het mooiste vind. Want als ik zo op mijn vingertoppen ga doen, dan... ja, het is zo lastig. Want ik vind alle kleuren heel erg mooi. En ik laat ze nog één keer even zo goed zien. Je ziet wel dat deze een beetje kleiachtig is. Is wel heel erg mooi. Maar ik vind deze, en ik ga dat even met mijn vinger doen. Die vind ik echt heel mooi. Dat is de Cupcake. En ik vind deze, vind ik heel mooi. Ik hou eigenlijk wel een beetje van roze tintjes. En even kijken. Deze vond ik ook heel erg mooi. Die glans ook super mooi. En ik ben eigenlijk, ik zit helemaal onder de make-up. Mooi hè. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het op mijn ogen gaat staan. Dus ik zet even mijn bril af en ik ga even een kleurtje die ik mooi vind op mijn ogen doen. En nu heb ik veel donkere kleuren op het kwastje gehad. Maar ik ga denk ik voor... Ik wil eigenlijk wel eentje die jullie goed kunnen zien. Ik ga voor de Lotte. Lotte was 10. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik ga voor de Lotte. Sorry, ik hou hem steeds te laag. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik kan het eigenlijk niet zo goed, want ik heb geen spiegel. Gebruik ik de camera al even als spiegel. Wauw, jongens. Hij glanst. Ja, ik kan het niet zo goed zonder spiegel hoor, maar... Jullie snappen het idee ervan. Hij brokkelt wel een beetje, maar... Ik vind de glans die er overheen zit... Mega mooi. Oh, even goed op het kastje doen. Oké, deze kwastjes vind ik dus echt niet fijn. Wel om te swatchen, zeg maar. Maar dit is dus de kleur, de Lotte. Die vind ik erg mooi. Hij brokkelt wel, het palet. Het is een heel mooi palet en hij heeft hele mooie kleuren. Maar ik vind wel dat hij heel snel brokkelt. Even wat dikker aanbrengen. Ik had nog wat over. Super mooi. Ja, ik hou hier echt van, jongens. Ik vind dit echt geweldig. En dat voor 1,98. Ik denk dat ik hier nog wel een leuke look mee kan maken. Misschien een kerstlook of iets voor oud en nieuw. Of ja, voor de feestdagen. Of gewoon voor de wintermaanden. In de zomer vind ik het trouwens ook leuk om een glitter te dragen. Maar ik vind dit wel hele mooie kleuren. Dus ik denk dat ik hier iets mee kan. Ik wil sowieso binnenkort eventjes mijn make-up tas, kast uitzoeken. En eventjes netjes neer gaan zetten ergens op een tafeltje of zo. Zodat ik het in ieder geval zo kan pakken. Want nu ligt alles overal door het hele huis heen. En is dat niet zo fijn. Maar deze heet trouwens de Bare Trends van Makey. Makey staat erop. En die kun je dus bij de Action kopen voor 1,98. En deze highlight stick...
Kun je ook bij de Action kopen voor 99 cent. Dus dan heb je eigenlijk twee hele leuke en mooie producten. Maar nu, last best, denk ik, hoop ik, deze highlight stick. Dit is de inhoud. Ik heb hem nu even helemaal uitgedraaid, maar ik vind het altijd zonde. Ik ben bang dat hij kapot gaat. Ik vind het heel eng, want ik denk dat er heel erg veel uit gaat komen. Ik ga het even op mijn vinger laten zien als het lukt. Even kijken. Op mijn vinger is het vrij lastig, dus dat wordt hem niet. Maar ik denk dat ik gewoon een beetje zo moet doen. Er gebeurt nog niet echt veel, hè? Ja, je ziet het. Kijk. Zie je het? Ik ga gewoon nog wat meer doen. Je hebt eigenlijk heel weinig nodig. Moet je kijken hoe mooi. Ik vind het super mooi. Ik ga het hier ook even doen. Ik kijk heel even ergens anders heen door, jongens. Anders kan ik het niet zien. Je hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel te gebruiken. Maar kijk hoe mooi. Oké. En ik ga een klein beetje hier doen. Dat doen heel veel mensen. Je kan het niet. Oh, dat is wel heel veel, of niet? Zo. Maar even, die kleur die vind ik echt mega mooi. Wat vinden jullie ervan? Doe een duimpje omhoog als je deze ook mooi vindt. Oké. Ik zeg zeker geslaagd. Ik ben heel erg blij met de aankopen. Dit was dus de 139 Rose Glow van Max & More. En ja, hij glanst gewoon super mooi. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Het zit hier. Mega blij mee. Ik zit helemaal onder de glitters, jongens. Maar ik vind glitters leuk, dus dat maakt niet uit. Maar ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het was natuurlijk een extra video. En er komt ook gewoon nog een vlog online. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe een blauwe duim omhoog als je deze video leuk vindt. En als je meer wilt zien. Vergeet niet te abonneren als je meer video's van mij wilt zien. En als je dit een leuk kanaal vindt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende video.